vond u het gaan vandaag? Ja, goed. Op zich vond ik het goed gaan. We hebben tegen een kampioenskandidaat gespeeld. En het is heel erg rol als je tegen een kampioenskandidaat speelt. Hoe speel je? Nou, de druk lag bij ons. We zaten in een goede fase. Alleen, we komen een SCV tegen die dus één kans, één doelpunt heeft. En dan zie je dus gewoon dat je dus ver achter komt te staan in de eerste helft. En gelukkig kun je dan de tweede helft meer druk zetten op verdedigend. Waardoor SCV ook wisselvalliger ging spelen. De kansen werden er minder snel ingegooid. En dan zie je dus dat je een tweede helft maar met een 4-5 verliest. En ja, en ik moet heel erg zeggen, een ploeg als deze heeft hard gewerkt. Goed voor elkaar gewerkt. En dat is heel erg belangrijk voor mij. Ja, het was natuurlijk een sterke kandidaat, want ze staan nummer 1 in de pool en jullie staan nummer 7. Ja. Wat is nou de verwachting voor het rest van het seizoen? Verwacht er nog plaatsjes te stijgen? Nee, goed, ik verwacht in ieder geval nog twee plekken te pakken. Want we staan vrij dicht bij elkaar, de ondersten. Het is heel afgetekend bovenin met het overschotje in Zef. En daaronder zitten ze eigenlijk allemaal vrij dicht bij elkaar. Ik geloof dat de eerstvolgende 6 punten heeft. Ja, 6 of 7 punten en wij hebben de 5, dus ja... alles is mogelijk in deze klasse en we hebben ook wel zoiets van, we kunnen nog een paar punten pakken. En dat gaan we ook zeker nog wel doen met elkaar. Nee, goed, ik heb op zich niet echt verbeterpunten gezien. Het enige wat bij ons verbeteren moet, is het balletje erin gooien. Ja, dat moet door dat bandje heen en dat is het enige. We creëren kansen genoeg en we hebben ook kansen zat om dat te doen. Maar ze leggen ze er nog niet in. En dat is een puntje waar we dus wel op aan het trainen zijn al een paar weken. En dat moet gewoon heel langzamerhand, gaat het ook komen. Ja, er moet dus gewoon weer gescoord worden. Nou, succes met de volgende wedstrijden.